De Stem van de Straat, de wekelijkse podcast van 1 Amstelveen. Met Martijn Heus en Joy Ellen Bos, twee uitgesproken inwoners. Zij bespreken de kleine en grote randzaken in Amstelveen. Dit is De Stem van de Straat. Dit is De Stem van de Straat, aflevering 54. Jeetje. We gaan als een malle. Echt waar, hè? Ik ga meteen beginnen. Jij komt nu, je hebt je niet voor kunnen bereiden. Helemaal niet. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben weer juf. Vertel. Samen met mijn leuke twee collega's Berber en Marjolein hebben wij de leukste klas van heel Amstelveen lesgegeven vandaag. En dat gaan we nog 5 keer doen. Groep 8C van de Roelof Venema School. Groep 8C van de Roelof Venema. Die hebben de komende 9 donderdagen jou als juf. Nee, nu nog 5. Oh, 5. De komende 5 donderdagen hebben ze jou als juf. Ja. Met z'n drieën doen we het. En dat je had 10 jaar niet voor de klas gestaan. Zeker. En wel met kinderen gewerkt natuurlijk bij ons. Maar dat is wel een iets vrijere setting. En nu, maar goed, het is einde schooljaar. Ze zijn natuurlijk allemaal druk bezig met elkaar vooral. Ja, en, wordt er überhaupt wat gedaan, de tweede helft van groep 8? Ja, wel hoor. Het is ook echt leuk. Ik moest met een digibord. Had ik nooit gedaan. Leuk. Heel leuk. En natuurlijk vooral heel veel kletsen. We moesten elkaar natuurlijk leren kennen. Maar het scheelde dat we er al een paar van de mannen kenden. Want die zitten bij jou op de opvang. Ja, precies. Leuk. Ja, of de ouders ken ik al. Dus dat is echt heel erg leuk. Echt heel leuke kinderen. Nou, dus hoe ik hoop dat ze een keer komen bij ons in de studio. Nog. Leuk. Het was weer een bewogen weekje. Ja. Hè, de Stem van de Straat. Ik begin altijd even met de reacties op de socials. We hadden het over een brug kapot bij Ouderkerk. En toen zeiden wij, nou, rijf om. Niet zo moeilijk. Frank is onze fan. Die noemt ons Knabbel en Babbel elke keer. Knabbel en Babbel van liefkozend dit. Liefkozend dus. Nou, ik weet het niet. Maakt ook niet uit. Het is toch ook een beetje zo. Knabbel en Babbel van dit. En dan zegt hij, PR-programma van de gemeente. Nou, Knabbel en Babbel vind ik prima. Maar we zijn natuurlijk geen PR-programma van de gemeente. Sterker nog, ik ben altijd heel negatief over de gemeente. Oh, nou, ik niet. Ik denk dat we in een prachtige gemeente wonen. En als dat zo voelt, oké. Okay. Nou goed, ik vind het. Nou, nee, helemaal niet. Ik vind het wel fijn want, voor de gemeente. Ja, maar blijkbaar komt het over dat wij een PR-programma zijn van de gemeente. Nou, als de gemeente dat zelf nou ook zo serieus neemt. Ja, dat zou misschien een hele goeie zijn. Maar goed, hij vindt het geen gezeur. Door voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten, door die brug blijkbaar goedkoop te maken, wordt er in totaal 1000 kilometers extra gereden. En veel fietsers zijn ook te laat voor hun werk of op school. Okay. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze die brug expres kapot laten gaan. Dat ze doen, of goed, expres nee, goedkoper gemaakt hebben. Maar goed, Frank vindt hoeft ook van niet altijd slechter te zijn. Nee. Dan bij YouTube, want we zijn ook op YouTube te zien. Benny_Siek, leuke naam. Die vindt dat ouderen gewoon mogen stemmen. We komen straks bij die stelling. Ja. En hij zegt, nou sterker nog, van mij mogen kinderen ook stemmen. Desnoods samen met de ouders, dat je er thuis een project van maakt. Dat ze gewoon, ja, vond ik wel een mooie. En hij zegt, moet je niet eigenlijk een testje doen voordat je gaat stemmen? Nee. Dat je de hoofdlijnen weet van de partij. Ja. Hadden wij ook al bedacht. In ieder geval, dat is de stelling. Ja. Dus de stelling van vorige week was, wat was de stelling eigenlijk? Als je ouder bent dan 75. Dan 75. Mag je niet meer stemmen. Dus als je ouder bent dan 75, mag je niet meer stemmen. We zijn de straat op gegaan en we hebben een filmpje. Nee, helemaal niet. Wij zijn nog prima in staat om te stemmen met 75. Nee, natuurlijk niet. Iedereen heeft recht om te stemmen. Iedereen heeft zijn stemrecht. Dus geen leeftijdsgrenzen. Eerder verjonging dan een grens. We worden allemaal een stukje ouder. En de meeste van ons kunnen nog goed denken. En die willen ook hun mening geven. Toch? Gewoon gelijk zijn. Iedereen gewoon kunnen stemmen. Hoe oud je ook je bent. Ik vind dat je gewoon voor jezelf ook mag opkomen. En of je nou wel of niet wil stemmen, dat moet je zelf weten, vind ik. Nou, je hoort het. Mooie bril. Die ja, heel nee, maar goed. Iedereen zegt natuurlijk 75-plussers moeten ook nog kunnen stemmen. Voordat jij wat gaat zeggen. De peiling was 20% is het eens met de stelling. Dus 20% vindt inderdaad dus toch dat als je 75 plus bent, dat je dan niet meer mag stemmen. 80% is het oneens met de stelling. Mm-hmm. Wacht even nog. Peter zegt, vindt het een achterlijke stelling. Waarom zou ik denk dat de gemiddelde Nederlander van 75 plus meer verstand en levenservaring heeft dan de rest. Frank, onze vriend weer, die vindt het ook een achterlijke stelling. Wil de redactie van Amstelveen zich soms inlikken bij de scholieren die voor 90% van toeten nog blazen weten? De meeste volwassenen hebben al nauwelijks genoeg kennis om een weloverwegen keuze te maken. Dus in ieder geval, ik vind eigenlijk ook wel, waarom zou een 75-plusser niet meer mogen stemmen? Nou, ik vind sowieso
dat is, misschien moeten we dat nog één keer uitleggen. Een stelling, hè, je mag het inderdaad natuurlijk een achterlijke stelling vinden. Daarmee zeg je eigenlijk, ik ben het er niet mee eens. Ja, nee, maar niemand valt ons aan. Hè? Dat nee, is maar duidelijk. Een achterlijke stelling, alsof wij ons in willen likken. Dat stelt alsof wij dat vinden. Hè? Ja, ja, ja. Het is een stelling en daar vindt iedereen iets van. Ik moet ook meteen denken, hoe capabel ben je nog bijvoorbeeld als je dement bent? Al ja, vroeg dementeren. Ja, maar dat is niet wat je zei vorige week. Je hebt nog maar enige jaren. Ja. Dus ja, waarom moet je nog stemmen? Ja. Nou ja, ik vind dat de stemmen van de jongere mensen die de toekomst nog hebben, misschien zwaarder zouden moeten wegen. Omdat ik denk dat zij juist heel erg capabel zijn en dat wij ze soms onderschatten over hun kijk en visie op hoe de wereld er beter uit zou zien, denk ik echt. Maar zouden ook dus de kiesgrens naar beneden moeten? Dat bijvoorbeeld ook 14-jarigen kunnen stemmen? Ja, ik vond nou die eerste wat je zei, bijvoorbeeld inderdaad zo'n soort test of zo, van wat weet je daar eigenlijk van? En wat is het effect van je stem? Dat als daar knappe mensen bijvoorbeeld even hun hersens over kraken, dat er een soort basis zou moeten zijn van, of in ieder geval een soort afspiegeling van de samenleving. Nou, wat ik bijvoorbeeld vind, hè, ik kijk dan VI, hè, dat vind je altijd heel vervelend, maar als zo'n Johan Derksen zegt, ik ga op de BBB stemmen, dan heeft de BBB plotseling 1,5 miljoen stemmen erbij. Ja. En die man, die gaat dan een 4 jaar later weer op wat anders stemmen, dan zou je toch op een gegeven moment als Johan Derksen zijn, dan kunnen denken van, nou, misschien dat ik dat niet zo handig doe. Ja. Want de mensen stemmen dus, die denken dus helemaal niet na. Nee. Dat vind ik wel irritant. Dus wat Benny in het begin zegt, misschien moet je eerst een testje doen voordat je op die rode knop gaat drukken straks. Zit wel wat in. Ja. Vind ik eigenlijk ook wel. Iets van een basiskennis waarover je moet beschikken. Dus dat heeft helemaal niks mee te maken, je leeftijd niet en ook niet de intelligentie. Want je kunt je daar gewoon over laten informeren. Ja. Dus dan wordt het niet een elite ding, maar een goede afspiegeling van mensen die zich te druk om maken. Ja, dus iedereen mag stemmen, maar goed nadenken. En dat kunnen we dus testen door een testje te doen. Dat zou een oplossing zijn. Misschien. Leuk. Nou, we zijn er een bedankt beetje bedankt voor het reageren. Ja, bedankt. We hebben een nieuwe stelling. En de nieuwe stelling luidt, nou die is heel actueel. Er moet een fatbike rijbewijs komen. Een fatbike rijbewijs. Dus al die jonge gasties. Niet elektrisch fiets? Nou, dat hadden we in de discussie. Laten we bij de fatbike beginnen. Want daar gaan natuurlijk de meeste ongelukken mee. Nou, en daar zitten ook echt hele jonge kinderen op. Precies. Dus die jochies van 12, 13 meisjes. Hè? Ja. 12, 13, 14. Er moet een fatbike rijbewijs komen. Dat is de stelling van de volgende week. Martijn Heus en Joy Ellen Bos. De stem van de straat. En we hebben nog een ontzettend lieve inbeller. Echt? Ja, je kent hem nog van een aantal weken geleden belde hij ook al in. Zo leuk. Die Martijn, dat vind ik zo'n leuke, redelijke vent. Nou, dat was... Nee, ik doe hem nog een keer. Sorry. Die Martijn, dat vind ik zo'n leuke, redelijke vent. En daar geniet ik gewoon van. Ik kijk heel vaak naar Amstelveen TV, wat ik vroeger nooit deed. En die mevrouw met die dubbele voornaam, die blonde mevrouw, daar ben ik helemaal van onder de indruk. Soms hoor ik niet eens wat ze zegt, maar dan zit ik gewoon te zwijmelen en dan denk ik, oh wacht even, goed opletten. En dan valt me op dat ze altijd zo zelfverzekerd is. En ik heb toch geleerd ooit met colleges filosofie, dat de grootste filosofie ook een bron van twijfel is. Dat twijfel hoort bij wijsheid. Ja, dus eigenlijk vindt hij me onwijs. maar super lief natuurlijk. Vooral het begin. Maar mooi toch? Hij zwijmelt bij jou. Ja, heel lief. En dat zelfverzekerd overkomen, dat is natuurlijk ook een act. Is een act? Tuurlijk. Waarom? Ik denk elke dag anders over dingen. Dus als het lijkt alsof ik de dingen zeker denk te weten, dan... Nou, dat is dat mooi. Nee, ik moet het je wel nageven. Jij kan wel snel ook weer van mening veranderen. Ja, als iemand jou goede argumenten geeft waarom het niet zo is. Ja. Dat is wel waar. Ik hoop dat ik niet star word daarin. Nee, dat denk ik niet. Hey, slecht nieuws. Jij kent hem misschien niet, want jij bent geen oer-Amstelveener. Maar de bekendste kapper van Amstelveen, Jan Bartels, is overleden. Kende jij hem of niet? Nee. Niet, hè? Ik werd vroeger... Nou, volgens mij was er maar één kapper. Dus bij hem werd je geknipt. Zijn knipshop, kapperswinkel, zit naast Da Vinci, waar je dat ijs kan halen. Oh, ik dacht misschien heeft hij een keer gedate met mijn moeder, maar nee.
Gedate met je nee, moeder? Nee, ja, ook met een kapper. Mijn moeder is ook kapster, hè? Kapper. Nee, hij heeft niet gedate met jouw moeder. Nee. Je komt duidelijk niet uit Amstelveen. Maar 83 jaar en volgens mij kent vrijwel elke ras Amstelveener kent hem. En volgens mij is iedereen dat hem geknipt. Oh, die kapsalon wat een soort museum is. Met schilderijtjes in, ja, ik weet het wel. Naast Da Vinci. Ja. Nou, ik kwam er al jaren niet meer. Maar vroeger als kind was dat volgens mij de enige kapper. Toen ben ik op een gegeven moment naar Bovenkerk gegaan. Daar zat ook een kapper. Die voor een tientje kon je haar laten knippen. Ja. Ja, een mooie tijd. 10 gulden. Ja. Nou ja, heel triest nieuws. Het was echt een Amstelveener. En de socials stonden er helemaal vol van. Dus gecondoleerd voor iedereen die je maar kende. En als er lieve vrienden. Kan die zijn energie weer ergens anders gaan verspreiden? Geloof jij in reïncarnatie? Nou, ik geloof in dat onze energie er altijd al was. Dus dat deze leuke meneer dan iets anders te doen heeft. Als wat dan? Dat weet ik niet. Maar als jullie allemaal zeggen dat hij een hele lieve man was, dan gaat hij misschien nu met al die rommelige toestanden een beetje over schouders meekijken. Ik hoop zo dat reïncarnatie niet bestaat. Ik ben tegen reïncarnatie. Ja, want jij vindt dat het al leuk genoeg is. Hoe veel leuker kan je nog terugkomen? We wonen in Amstelveen, in Nederland. We hebben alles wat we maar willen. Je kan niet... Ja, maar je kan toch helpen? Je kan bijdragen aan een mooiere wereld ook op andere plekken dan. Want hier heb je het al goed gehad. Ja, maar dan kom ik terug als wat kom je terug? Het kan alleen maar slechter worden, toch? Vind ik, hè? Ander programma? Ik ben tegen reïncarnatie. Dit is de stem van de straat. Dan is er nog iemand overleden, maar vorig jaar al. En dat is Sjoukje Dijkstra. Kan je dat nog herinneren? Dat is die kunstschaatser. Mm-hmm. Die heeft, ik moest het ook opzoeken hoor. Ze heeft 5-maal Europees kampioen. Ze is wereldkampioen geweest. Ze heeft Olympische Spelen gewonnen. Ze heeft goud gewonnen in 1964. En ze heeft in Amstelveen gewoond. Ja, wat leuk. Ik wist dat niet, natuurlijk. Natuurlijk. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Het is ook al echt al lang geleden. En nu wil Burgerbelangen Amstelveen, de BBA, die roept de gemeente op om een straatplein of park te vernoemen naar Sjoukje Dijkstra. Nou, wat leuk. Ja, en terwijl ik dit zeg, is het leuker om misschien naar Jan Bartels. Ja, dat kan toch ook? We bouwen hartstikke veel bij, toch? Jan Bartels en Sjoukje Dijkstra naast elkaar. Ja. Ja, ik denk dan maak je gewoon een nieuwe wijk over alle beroemde Amstelveeners. Geef je iedereen een naam. Ja, dat vind ik eigenlijk een heel leuk idee. Ja. Dus prima idee. Ik vind er niet zoveel van eigenlijk. Toch? Ja. Ja? Maar ik zou het even overleggen met de familie, want misschien willen die dat helemaal niet. Toch? Ja. Nou goed, in ieder geval, BBA wil dat. Ja. Een straat genoemd naar Sjoukje Dijkstra. En wij willen een straat genoemd naar Jan Bartels. Ja. Martijn Heus en Joy Ellen Bos. De stem van de straat. We schieten er doorheen. Hey, en inbellen op 020-647. Wat is het? 547. Dat is jouw taak. 020-547-8588. Dat is heel belangrijk. Hey, ik las. Amstelveen staat in de top 10 van de gemeente met de meeste miljoenen woningen. Wist je dat? Nee. Ik ook niet. We staan op de 6e plaats. Achter ons Wassenaar, Heemstede, Hilversum, Bussum. Heel veel woningen in Amstelveen. Oh. Ja, 3200 woningen zijn meer dan een miljoen waard. Ja, inderdaad. Je zou het ze niet geven, die woningen. Want het zijn gewoon rijtjeshuizen. Nou, dat zegt... waar staat ze? Zegt iemand... ja, Mirjam. Tja, als mijn flatje op de Van der Hooplaan al een half miljoen moet kosten, dan begrijp ik het wel. Precies. Ik heb mijn tante uit Harderwijk. Die kon niet geloven wat ik heb betaald voor mijn huis. Met een postzegel achtertuin en zo. Dat, maar ja, dat is dus ook wat je wenst, wat je nodig hebt te vragen. Locatie. Ja. Maar het is natuurlijk krankjorum eigenlijk. Maar het zijn inderdaad, voor dat geld kun je natuurlijk kastelen kopen elders in Nederland. Ja, ongelooflijk. Ja. De reacties, nou dat vond ik dus wel grappig. Er wordt best goed gereageerd op dit onderwerp. Angelique zegt, nou fantastisch. En het grootste aantal voedselbankbezoekers hebben we ook. Maar daar praten we niet over. Dat heb ik gecheckt. Mm-hmm. Ik heb gekeken hoeveel Amstelveeners er naar de voedselbank gaan. Nou, dat waren er te veel. Maar niet het meeste van alle gemeenten in Nederland. Nee. Dus dat klopt niet. Als je kiest voor de bouw van dure woningen, zegt Selma, dan is dat niet zo gek, hè? En Rinus die zegt, ben je daar nou echt zo trots op? Zorg dan ook goed voor de mensen met een modaal inkomen. Die 15 tot 20 jaar moeten wachten op een woning die betaalbaar is in Amstelveen. Dus dat is wel meteen de reactie pijnpunt van de Amstelveen. Ja, maar het blijft terugkomen. En ik begrijp het pijnpunt ook.
mensen in Amstelveen willen ook in Amstelveen blijven wonen. Ja, maar dit is een golfbeweging. Dus dat over een aantal jaren worden alle huizen weer minder waard. Want dan is er een overschot aan woningen. Nou ja, dat is niet waar. Want de afgelopen 100 jaar is het allemaal steeds een klein beetje duurder geworden, de woningen. Het wordt niet plotseling zakt het weer in. Dan wordt de rente weer lager of hoger. Dus het is natuurlijk, dat verandert continu. Maar we zijn nu zoveel aan het bouwen, omdat het tekort zo groot is, dat op een gegeven moment klopt het. Ja, dan is je huis toch gewoon minder waard. Ja, maar goed, blijft een feit. Het is leuker, al die miljoenen woningen. Maar meteen laat Amstelveen zich horen van, ja, maar ja, ik kan hier niet wonen. Ja, maar gelukkig dus hebben we ook hele mooie dorpen en gemeenten om ons heen, toch? Om wel te wonen. Ja, maar ik zou ook in Amstelveen willen blijven wonen. Ja, nou dan moet je dus klein wonen. Nou, ja. Ja, maar dan zit je op je flatje in de Van der Hooplaan, ja, wat dan nou ja, een half miljoen kost. Ja, ja. Ja, dus sommige mensen kunnen hier dus gewoon niet wonen. Nee. Ja, dat is toch vervelend? Ja, maar dat is toch iets. Dat is toch over de hele wereld zo. Het is gewoon niet gelijk verdeeld. Dan moeten we naar een communistische toestand toch toe. Ja, dat is waar. En een basisinkomen, dat is niet zo. Nee, dat is waar. Wist je trouwens dat er vanuit Amstelveen naar Amsterdam best veel mensen van Amstelveen naar Amsterdam verhuizen? Wist je dat? Nou, ik hoor het altijd iedereen zeggen, nou, ik ga echt terug naar de stad als de kinderen de deur uit zijn. Dus zou jij in Amsterdam waar willen wonen? Ja. Waar? Er zijn een paar plekken die ik leuk vind, waar mijn dochter woont, Rivierenbuurt. En waarom dan niet meer in Amstelveen? Omdat het daar gezelliger is? Nou, ik zeg niet dat ik niet in Amstelveen zou willen wonen, maar ik zou ook in Amsterdam kunnen wonen. Ja, nou, als je ouder wordt, lijkt het mij heel leuk dat je echt de straat uitloopt en overal koffie kan drinken en naar het theater. En dat daar gewoon altijd iets cultureels te doen is, natuurlijk. Op loopafstand lijkt mij fantastisch. Ja, en dat is in Amstelveen niet. Dus dat ontbreekt bij Amstelveen. Het stadse leven lijkt me heerlijk. Ja, maar goed, nu in een werkend leven is je tijd anders verdeeld. Dus ik snap als je kinderen de deur uit zijn, of je met pensioen bent, dat het weer leuk is misschien. Ja, precies. Ja. Jij? Ja, ik denk dat ik het ook wel leuk zou vinden. Watergraafsmeer, inderdaad, wat je zegt, als je de straat op loopt, dat je hebt allemaal verschillende koffietentjes, je hebt leuke restaurantjes, en dat krijgen ze dus in Amstelveen niet voor elkaar, omdat Amsterdam dus te dichtbij is. Noord is ook leuk trouwens nu. Ja, maar dat trekt me dus helemaal niet. Dat vind ik dus weer te ver. Voor je gevoel. Ja. Net als Eiburg en zo, ja. Ja. Maar goed, er gaan dus veel Amstelveeners naar Amsterdam. Ja. En toch ook weer Amsterdammers naar Amsterdam. Waarschijnlijk met kinderen. Die wonen hier natuurlijk prettig. Als je met twee kinderen vier trappen op moet en kinderwagens, is het tuin toch wel fijn. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, bel mee 020-547-8588. Dit is de stem van de straat. We gaan naar het hoofdonderwerp van vandaag. En daar gaan we het heel lang over hebben. Oh. Ik las op de socials dat bijna de helft van de Amstelveense scholen niet geïnteresseerd is in praktisch verkeersexamen voor leerlingen. Heb je? Dus bijna de helft van de Amstelveense scholen is niet geïnteresseerd in praktisch verkeersexamen voor leerlingen. Ik lees het voor. Ja. Bijna 700 leerlingen van de Amstelveense basisscholen op 3 en 4 juni moeten weer het praktisch verkeersexamen afleggen. Is ongeveer de helft van de Amstelveense scholen helemaal niet geïnteresseerd in het examen. Staat er een reden bij? Nee. Nou, ik weet toen. Nou ja, ik ben nu weer juf natuurlijk. Maar toen ik nog echt ook juf was, dat de methode was er echt verschrikkelijk. Dus dan als je een beetje je eigen draai eraan geeft, dan maak je het al leuker. Maar iemand moet de kinderen natuurlijk wel de verkeersregels bijbrengen. Dus als je dat niet thuis leert. Ja, precies. Zeker als kinderen tot groep 8 in de bakfiets naar school worden gebracht, leren ze helemaal niet inschatten want dat gebeurt hoe lang en hoe ver. Je ziet wel steeds meer van die bakfietsen. Ja. Ja, dat is inderdaad. Maak het inderdaad een verkeersexamen voor elektrische voertuigen. Ja, nou, dat is nog. Daar komen we zo op. Maar goed, 14 van de 26 scholen doen mee. Dat is iets meer dan 50%, meldt Veilig Verkeer in Nederland. Dat moet beter, zegt VVM. Ja, want, dat is heel raar. Ja, en ook omdat die fiets van die kinderen wordt dan ook gecontroleerd. Die fiets moet ook veilig zijn. Dus dan is in ieder geval op dat moment dat ze dat examen doen, dan weet je dat je kind op een veilige fiets zit. Ik heb bijvoorbeeld thuis altijd een bak met voor- en achterlichtjes, omdat ik een soort angst heb dat kinderen niet gezien worden, weet je wel. Ja, en grote ook. Mensen ook trouwens. Maar die fietslichtjes, dat zou ik echt elke ouder aan willen raden. Leg ze gewoon neer, geef ze mee. Ja, en, een paar euro bij de HEMA heb je die dingen. Ja, eens. Dat klopt. Maar hoe zou het. Want ik heb
al die reacties gelezen. Je hebt vrijwilligers nodig. Er moeten mensen posten. Ja. Mensen zeggen, ja, ouders die zijn helemaal niet mee bezig. Die rijden met de auto. Ik zit steeds... Sorry hoor. Met die man van de vorige keer. Ik wil steeds niet zo kijken. Want dan zeg ik met die 5 kilo aan mijn oor. Dus ik probeer heel erg rechtop te zitten. Dat is even afgeleid. En nu maak je weer zo'n fout. Dan mensen kijken niet elke week. Nee, dus oké, sorry. Dus ze hebben geen flauw idee waar je het over hebt. Sorry. Maar goed. Verkeersexamen, vrijwilligers, lastig. Verkeersexamen, ja. Dus iemand zegt, ja, die ouders die brengen hun kind met de auto naar de voordeur van de school. Rijden weg. Moeten op tijd op hun werk zijn. Interesseert ze helemaal geen flikker, dat hele gedoe op die school. Nou, wat is dat nou weer voor onzin? Dat hoor ik, hè? Ja, maar die ouders moeten gewoon naar hun werk. Dus je dropt je kind en klaar. Maar ja, maar je kan toch ook even de moeite nemen op de fiets te gaan? Nee, niet altijd. Nee, ik heb daar een column over geschreven. Ja, maar dan is het niet waar. Naadje. Als jij er iets over schrijft, nee, dan is het maar niet mijn zo. Mening erover is dat laat elkaar dat veroordelen van andere ouders nee, die ik heb met het de niet auto over gaan. Anderen. Ik heb het over je eigen kind. Ja, je kan toch je met tijd op de hebt. Fiets. Nou, dan ga je 10 minuutjes eerder weg. Als dat gewoon niet kan en je hebt gewoon op de route. Nee, dat heeft met je planning te maken. En soms heb je gewoon geen zin en dan rij je met de auto. Laat elkaar. Geen zin. Ik bedoel, het is dan ga je een keer met de auto. Ja, een keer. Maar goed, het is toch goed dat je gewoon met je kind ook oefent. Waarom ligt de verantwoording bij school eigenlijk? Ja, maar we doen het toch samen? Het is toch fijn dat ook de school... Wij zie je ook al praten aan wij op school. hebben toch ook een verantwoordelijkheid, een deel voor de opvoeding? Nou, mooi bruggetje naar weer Frank. Frank komt 3 keer terug in deze keer. Frank heeft in het onderwijs gewerkt en hij zegt... Er wordt heel veel tijd verspild aan vergaderen en studeren. Halveer dat eerst maar eens en besteed dat aan wat meer relaxte leeromgang bij de kinderen. Dat is ook beter voor de docent. Dan kan je met mooi weer eens een keertje extra buiten gaan spelen bijvoorbeeld. Dat is volgens mij ook jouw stokpaardje. Ja. Wees niet zo star met dat programma wat je hebt. Ja. Dus er is best wel tijd om kinderen fietsen te leren, toch? Tuurlijk, het is hoe je het indeelt. En ook, en dat is het zo, hè. Leraren nemen natuurlijk hun werk zo serieus, wat fantastisch is. Want het is het belangrijkste werk wat er is. Want je leidt ook dokters, verplegers en mensen op die in de zorg werken. Dus het begint bij de kinderen inspireren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst met die klas een groep maakt. En dat je die boeken dicht moet durven laten. Ook om te onderzoeken bijvoorbeeld welke kinderen... Dat moet je natuurlijk wel op een tactische manier doen. Zodat niet een kind geout wordt. Bijvoorbeeld, er kan zomaar een kind in je klas zitten die niet eens kan fietsen. Of een kind die geen zwemdiploma's maar heeft. Maar goed, je staat nu weer een dag voor de klas. Dus jij hebt een paar jaar geleden gezegd, juffen moeten niet zo zeiken. Ze hebben de mooiste baan van de hele wereld. Ja. Ze werken met kinderen. Ze hebben 56 dagen vakantie per jaar, weet ik veel. Ja. Niet zeiken, je hebt de leukste baan. Ja. Dat vind je nog steeds, neem ik aan. Tuurlijk. Maar die juffen, die hebben wel een bepaald programma. Die worden gecontroleerd, neem ik aan. Dat moet allemaal gedaan worden, toch? Nou, je hebt de onderwijsinspectie, ja. Je moet... Ja, maar dan nog steeds, hè, dan denk ik, het levert veel meer op als je bouwt aan de relatie met die kinderen. Dus dan heb je ook minder tijd nodig. Daar moet je gewoon tijd in investeren. Je moet eerst zorgen dat die kinderen jou en elkaar vertrouwen. En dan gaat dat leren ook makkelijk. En dan heb je enorme winst. Ja, oké. Maar dan moet je dus een keer gaan zwemmen. Je moet een keer gaan fietsen. Je moet 1 keer fietsen heeft geen zin. Je moet misschien wel 10 keer gaan fietsen met die hele klas. Dat kan niet alleen. Dus je hebt ouders nodig die gaan helpen. Je hebt vrijwilligers nodig. Is het zo makkelijk als je zegt dat het is? Nee, natuurlijk niet. Organisatorisch is het natuurlijk heel lastig, want heel veel ouders werken, zeker hier. Ja. Ik denk, bijna alle ouders hebben een baan. Ja, dus dat is moeilijk te organiseren. Ja, dat snap ik. Ja, maar goed. Dus, nu kom ik weer terug bij het verkeersexamen. Is het misschien wel logisch dat de helft van de Amstelveense scholen niet geïnteresseerd is? Ja, het ligt eraan waarom. Als het is omdat ze de methode niet goed of leuk vinden, of geen tijd hebben, of het moeilijk te organiseren is. Daar moet je dan gaan naar kijken. Geen tijd zou dus onzin zijn, als ik jou net hoor. Ja, vind ik, hè. Maar ik ben geen directeur van een school. Nee, maar je hebt wel een bepaalde mening erover. Ja. En ik... Nou, je moet afwegen. En het verschilt natuurlijk ook per school. Je zal een school hebben waar ouders wel al met hun kinderen gaan fietsen. Bijvoorbeeld ook strakjes als kinderen allemaal naar de middelbare school gaan. Hè? Dan is het natuurlijk heel fijn als de ouders alvast voordat ze gaan zelf met de kinderen gaan fietsen. En dat kan ook 's avonds of in het weekend. Ja, en dus na je werk. Ja, en misschien op de tijden dat je kind de volgende dag naar school zou gaan. Ja, de spitsuur bijvoorbeeld. Ja. Dat je dat alvast zelf gaat oefenen. Maar als je dat niet...
lukt, nou, dan is het in ieder geval fijn dat, het, dat, er, dat ze een idee hebben omdat ze op school al kennis hebben gemaakt, toch? Oké, maar het kan dus zijn, vind jij, dat sommige ouders hebben gewoon geen tijd om met hun kinderen te fietsen. Dat kan dus voorkomen. Ja, of misschien kunnen ze zelf niet fietsen. Kijk, wij zijn een fietscultuur, maar als je hier komt als een expatkind bijvoorbeeld, dan heb je misschien nog niet leren fietsen. Ja, nou ja, ik zie hier nu een foto van Amstelveen schooltje. Dat zijn allemaal, nou, nee hoor, bijna allemaal keurige blanke kindjes. Maar mij nou vertellen dat al die ouders niet een keertje mee kunnen fietsen met hun kind? Echt heel dom wat je zegt, want als je een dat heeft helemaal niets met kleur te maken. Nou, jij zegt expert kindjes. Ja? En expert kinderen. Nee, oké, kinderen, de ouders die niet kunnen fietsen, dat zijn uit het buitenland. Ja, of wat dacht je nu van alle kinderen die gevlucht zijn uit landen waar ze misschien geen fietscultuur hebben? Nou, precies. Wij zijn een van de weinige landen die dat hebben. Ja, maar even to the point. De merendeel van de ouders in Amstelveen kan gewoon fietsen, toch? Nou, je zou dus ook met elkaar kunnen afspreken dat de ouders die kunnen fietsen en daar ook tijd voor hebben of kunnen maken, dat die de kinderen waarvan de ouders dat niet kunnen meenemen. De moeder van mijn vriendin deed dit ook. Die gaf fietsles aan moeders die nog niet konden fietsen. Dus dan kan je gelijk de ouders ook meenemen. Ja, maar ik wil dat begrijp ik ook al. Het gaat maar. Er is een kleine groep die niet kan fietsen en geen tijd heeft. Maar de meeste mensen die gaan niet mee fietsen, maar we kunnen wel fietsen, toch? Ja, maar goed, verkeersregels is ook wat, hè? Dat weten wij. Als wij nu theorie-examen moeten doen, dan halen we het niet, hoor. Het verandert. Dus in de methode van die school, daar staan de regels van nu. Wij zouden ook fietsexamen moeten doen, eigenlijk. Ja. Ik weet ook niet altijd waar ik voorrang heb als fietser. Als er haaientanden staan of... Dat komt niet uit. Wat ik lees is dat één mevrouw zegt, dan hebben ze een examen gedaan en dan weten ze nog de regels eigenlijk niet. Wat voor gebouw moet je maken op een rotonde als je rechtdoor gaat? Ik zie soms wel eens iemand zo wijzen. Is dat niet goed? Ja, geen idee. Nee, ik weet het ook niet. Bedoel ik. Maar die kinderen weten het dus ook niet. Nee, nou ja. Dus wij zitten te mopperen op die fietsende kinderen. Maar ja, als de helft geen examen krijgt of het niet leert, ja, ik zou het ook niet weten. Nou, misschien is het weer tijd voor een landelijke campagne. Er is zo'n campagne geweest over lichtjes op je fiets. En nu een campagne over de verkeersregels. Ik vind, überhaupt vraag ik me altijd af, hoe weten wij dat er verkeersregels zijn veranderd? Hoe moet je, ik snap dat je zelf op de hoogte moet zijn van wet en regelgeving, maar hoe moet je dat weten? Hoe krijg je dat tot je? Geen idee. Maar goed, volgens mij moet je zo doen als je rechtdoor. Ik zie wel eens iemand zo, heel star, zo doorfietsen. Maar goed, dan begrijp jij het ook. Dan neem ik aan, rechtdoor. Ja, precies. Ja. Het zou heel vervelend zijn als hij linksaf gaat en jij rechtdoor. Ja, ik vond een onbevredigende discussie. Het is niet helemaal duidelijk allemaal. Maar goed, het is in ieder geval een rommel op die scholen met die verkeersexamen. Ja. Vind ik echt. Okay. We gaan door. Martijn Heus en Joy Ellen Bos. De stem van de straat. Hey, voordat we de stelling van volgende week nog één keer gaan zeggen. Ik moet me toch even. We hebben nog 2 minuten. We hadden het afgelopen open weekend. Had jij het over als je naar een restaurant gaat. Dat je dan kurkgeld kan betalen. Daar bedoelde je mee. En ik heb er lang over nagedacht. Dat je dan naar bijvoorbeeld. Je gaat naar restaurant aan de pool. Mooi terras. En dat kan je niet betalen. Weet je wat? Ik neem mijn eigen fles wijn mee. Of ik neem mijn eigen voorgerechtje mee. Ik maak thuis wat een soepje of iets kouds. En dat neem ik dan mee. En dan bespaar ik op de rekening. Bijvoorbeeld. Nee, dat kan. Maar het is ook aan de ondernemer, hè, of je dat wil. Ik kan me voorstellen dat je niet elke dag helemaal vol zit. Dus misschien heb jij er ook nog wat aan als mensen jouw restaurant binnenkomen. Het hoeft niet een duur restaurant of een sterrenrestaurant te zijn. Kan bij elk restaurant natuurlijk. Zo hebben meer mensen de kans om ook eens een keer uit eten gevoel te hebben. Dus het lijkt mij heel sympathiek om dat te doen. Het is super sympathiek. En hoe langer ik erover nadenk, hoe leuker ik het vind ook eigenlijk. Het verdienmodel is natuurlijk wel een beetje weg. En wat gebeurt er? Ik zit daar en ik bestel voor €40 een fles wijn. En ik zie een andere familie binnenkomen met 2 flessen wijn. En die zetten ze op tafel. Die hebben ze van thuis meegenomen. En bij de gal en gal gehaald voor €6. Ja? Ja, dan denk ik, dat had ik ook wel willen doen. Weet je, nou, misschien. Dan doe je dat de volgende keer. Ja, maar goed. Dan op een gegeven moment neemt iedereen zijn wijn mee. En dan gaat het natuurlijk mis in die restaurant. Nou, ik weet, in Australië is het normaal. Dan heb je bring your own. Mogen ze het niet verkopen bijvoorbeeld, dan is het ook bij wet. Dan mag je het wel openmaken. Ja. Daar is het dus andersom. Ja, ik vind het ook wel een geinig idee, hoor. Moet ik eerlijk bekennen. Ik vind het namelijk heel erg stom
Als je bijvoorbeeld, stel je voor, hè, de ijssalon in het oude dorp, super lekker en druk. Maar dan zijn de bankjes daarvoor zijn bezet. Ja. En dan staan er wel een bankjes, of dat hoort bij een ander restaurantje. Maar daar mag je dan niet op zitten, want het hoort niet. Dat vind ik denk dat het heel Hollands is. Ja, maar is het ook niet gek? Dan is het lekker druk in die ijssalon. Of bij, en dan kom ik daar binnen met mijn eigen bakje Ben & Jerry's, wat ik bij de supermarkt heb gekocht. En ik ga daar aan een tafeltje op zitten eten. Dat klopt dan toch niet? Nou ja, maar als er dan toch plek is. Kijk, als je de plek inneemt van iemand die daar zijn patatje wil eten bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Dat zou dan niet kunnen. Dus dan moet je iets sociaal snappen dat je dan plaats maakt. Net zoals dat je opstaat voor sommige mensen wel en niet in de bustram of waar dan ook. Maar ik vind dat truttige van je mag niet op mijn stoel zitten. Ik zou denken, oh, wat leuk, wat lief, wat een leuk restaurant dat ik op hun terras mag zitten. Ga een keer eten. Ja. Nou, ik vind het wel sympathiek. Ik ben benieuwd of er een horecaondernemer in Amstelveen is die er iets van vindt. Dat iemand zijn eigen voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht mee, of zijn eigen fles water of wijn. Of als je inderdaad hartstikke veel kinderen hebt en je moet iets kopen in de speeltuin, in plaats van dat je je eigen dingetjes opeet. Dat is toch niet leuk? Dan moet je al een entreekaartje kopen en dan mag je ook niet je eigen boterhammetje. Dat doen mensen natuurlijk sowieso wel. Ja. Ja, interessant. Nou, daar vinden jullie vast wat dan. 020-547-8588. Bel in. Dit is de stem van de straat. We zijn er nog één. Echt waar? Ik heb het gevoel dat we 10 minuten een half uur alweer zijn. Bijna een half uur. Maar we hebben nog één keer de stelling. Er moet dus een fatbike rijbewijs komen. Een fatbike rijbewijs. Komt er dan een helm ook bij? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Amstelveen daar wel klaar voor is. Voor een fatbike rijbewijs. Ik denk dat de hele wereld klaar is voor een helm en een rijbewijs. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, volgende week wil jij graag wat praten over de bus naar Ouderkerk. Jij hebt in de bus naar Ouderkerk gezeten. Daar vond je ook wat van. Ja. Wat was daarmee? Nou, ik dacht als je bijvoorbeeld in Amstelveen werkt en je woont in Ouderkerk en je moet in die bus waar alle mensen die naar de toppers gaan, naar Ajax gaan, die al redelijk beschonken zijn, voordat dat hele concert nog moet beginnen en jij moet uitstappen. En dat je dat vaker hebt, lijkt me echt heel irritant. Niet heel gezellig, dus al die feestvierers in de bus? Nou, ik weet het niet hoor. We gaan eruit. De stelling volgende week is dus er moet een fatbike rijbewijs komen. Bel in 020 5788 en dan zien we jullie volgende week bij de stem van de straat.